Niedermeyer. Door de schot. En er is Grijpers weg. Uitstekende redding van Piet Grijpers. 9 seizoenen lang was Piet Schrijvers doelman van Ajax. Hij kreeg meerdere bijnamen, met als de bekendste de Beer van de Meer. Vanwege zijn robuuste manier van keepen en zijn stevige postuur. Schrijvers. Ze hebben overal altijd geroepen van ja, hij dat ik eigenlijk te dik was altijd en dergelijke of zo. Nee, het was bij mij geen vet. Ik had een heel laag vetpercentage, maar het was allemaal echt de krachten en de spieren die dat deden. Ja, daar kon je ook altijd overeind blijven. Voor Richard Budding. Niels is voor het doel. Dan komt Nielsen en Schrijvers. Het gros dat wist op een gegeven moment in mijn tijd dat als ik een rol gaf dat ik eruit kwam. Nou ja, dat stopte zo. En Vrij, Stevens, Schrijvers. Ja, voortreffelijk hoor. Schrijvers maakte in 1966 zijn profdebuut bij DWS. Bij FC Twente groeide hij uit tot een topkeeper en in 1974 ging hij naar Ajax. De club waar hij veel prijzen zou winnen. Ik geloof dat we 5 keer kampioen zijn geworden, geloof ik. 3 keer de beker hebben gehaald. Dus ja goed, en eigenlijk op kleine blessuretjes naar onafgebroken eigenlijk onder die lat gestaan. En ook niemand eronder dulde. Schrijvers keepte 46 interlands voor Oranje en was doelman op het WK van 78 in Argentinië. In 1980 haalde hij met Ajax de halve finale van de Europa Cup 1. De doelman speelde samen met veel grote namen, zoals Ruud Krol, een nog piepjonge Marco van Basten, andere talenten onder wie Frank Rijkaard en Wim Kieft en de beste van allemaal, Johan Cruijff. In 1983 nam hij afscheid bij Ajax met het winnen van de dubbel. Daarna vertrok hij naar PEC Zwolle. Toen hij met zijn nieuwe club het seizoen daarop terugkeerde in de Meer, bleek eens de meer hoe geliefd hij was. Piet Schrijvers, die zijn vriendje Olsen buiten de lijnen tilt. Schrijvers werd na zijn loopbaan coach en keeperstrainer. In 2019 werd bekend dat hij aan de ziekte van Alzheimer leidt. Dat kwam naar voren in de documentaire De Beer van de Meer en in zijn biografie, waarin ook uitvoerig werd teruggeblikt op zijn imposante loopbaan. Gewoon een arbeidersjochie, je bent keeper geworden en je hebt dit allemaal meegemaakt. Ja, dan zeg ik ook, als je dan zegt van nee, je hebt zoveel wedstrijden gespeeld in de nationale competitie. Je hebt zoveel wedstrijden gespeeld in Nederland zelf al. Hetzelfde aantal dat ik gespeeld heb ik ook nog gezegd vergeten. Dus ik bedoel, dan zeg ik, ja, goed, dat nemen ze niet meer af. Piet Schrijvers was 75 jaar.